Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag heb ik een aankondiging te doen, want ik ga naar First Look samen met Joost. Hey, hallo, goedendag. Ik ben er ook vandaag even gezellig bij deze video. En uh, ja, dat klopt dan wel. Wij gaan naar First Look. Tom gaat 5 oktober, als ik het goed heb. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Tom Marcel. gaat Marcel 5 oktober met Marcel. Um, ja, en ik ga 5 en 6 oktober. Dus uh, ja, super chill. En we dachten we informeren jullie even. Helemaal wat er gaat gebeuren, dat we erheen gaan en sturf. Zodat jullie misschien ook kunnen komen. Lijkt ons uh, hartstikke leuk. Tot nu, of niet? Ja, en wil je een keer ons ontmoeten daar bij First Look? En ga je naartoe? Je moet 14 jaar zijn en de, uh, de entry is 12 euro per persoon. Dan ja, kun je de Twitter in de gaten houden van Mr. Party Weapon. Mm -hmm. En dan zal hij wat locaties zeggen zo van we zijn bij Battlefield, weet ik veel, en we zijn daar. Mm -hmm. Dus dan kun je ons mag gemakkelijk kunnen vinden. En ik zie jullie nu al denken, well, je moet 14 jaar zijn. Wat is dat? Hebben jullie dat bedacht of zo? Nee, hebben wij niet bedacht. Maak je geen zorgen. Wij gaan leggen natuurlijk geen restricties op of zo, wat uh, zo raar zijn. Maar dat is gewoon uh, de, een first look regel van het event zelf. Dat je 14 moet zijn om überhaupt naar binnen te mogen komen. Dus daar kunnen wij helaas niks doen. En er dat wordt is, geen uh, alcohol geschonken. Dat ook niet. En uh, helemaal niks. Ja, ja. Nou, het is in ieder geval super chill. Als je gewoon zin hebt om even nieuwe games uit te proberen uh, te chillen. Um, en met ons te praten bijvoorbeeld, dan moet je er gewoon lekker heen komen. Het is 12 euro, het is in Utrecht, op de Jaarbeurs. Lekker um, dichtbij het station. Het is super dichtbij het station. Um, ja, het is echt uh, super makkelijk te bereiken. Je kan het allemaal vinden op de website. De website staat ook in de beschrijving, neem ik aan, toch Tom? Ja, firstlookevent.nl. Helemaal. Ja. En um, ja, dat, uh, we missen nog wel belangrijke informatie. Nou, tickets zijn 12 euro, minimaal. Je kan ook VIP-tickets halen. Dan mag je nog eerder naar binnen. En wij zijn bij um, de pers. Wij zijn er al spers, dus dat is, dan zijn wij zo om 11 uur. Normale tickets komen om 12 uur en VIP om 10 uur. Zo, ik, ik ben de hele website aan het tellen, het lijkt me wel. Ja. Maar uh, volgens mij, uh, het is wel even handig voor de informatie. En uh, volgens mij weten jullie nu al het belangrijke. Volgens mij heb ik niks gemist. Mis ik iets? Uh, nee, helemaal niet. Nou, dat is mooi. Hartstikke goed. Laten we ja. het een beetje kort houden denk ik. Ja. Dus um, ja, dump nog even in de comments. Lijkt me wel wat, als ik dat even mag zeggen. Ja, een uh, leuk woord. Ik, ik zeg even een leuk woord. Pingu. Ping-ping. Wat? <laughs> ik weet niet eens hoe ik dat je moet spellen. Dus <laughs> P-I-N-G-U. Oh, gewoon Pingu. Ping ja, Pingu. Ping ik vind het mooi. Zet hem ja. maar in het scherm, anders weet ik niet. Alleen als je dan echt komt, hè. Dus niet zo van... Ja. Ik denk misschien dat ik uh, ga komen, maar... Maar je mag natuurlijk ook vragen stellen in de comments. Van, maar Joost, hoe zit het nou? Of Tom, hoe zit het nou? Dan natuurlijk wel. Ja. Vraag het even, wij reageren. Daar zijn de comments voor. En uh, ja, drop het even in de comments. En Joost maakt nu nog een aparte video hierover op zijn yep, kanaal. Dus. Er komt nog, nog een vloggetje aan of zo. Dus hartstikke leuk. Maar uh, dan zijn jullie nu in ieder geval geïnformeerd, mensen van Tom, ja. om het even zo te noemen. <laughs> dat, dat was heel raar. Ja. Maar dat maar niet uit. <laughs> Ik vind het tijd voor een outro. Geen gewoon een outro, Tom. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Houdoe.